Hier ben ik alweer, sorry, maar dat was een dringend telefoon. Martens? Zo maakt dat ook meer video's dus. Dat komt op mijn YouTube, maar ja. De bal gaat via de speler over de lijn. Er komt een medespeler op aan de rechterkant. Fraai, goed gedaan. Mooi schot, blijft gevaarlijk. Die bal is voor de achterhoede, knap onderschept hoor. Wie komt er met de bal uit? Anees. Ze komen er niet doorheen. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle, een beetje pech. De scheidsrechter fluit voor de vrije trap. De scheidsrechter laat doorspelen. Matias Soares. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Die verdediger sluit hem goed op en dwingt hem de bal over de zijlijn te spelen. En hier zien we die goal van daarnet nog een keertje. Dat misschien had ik er wel moeten doen, daar laten ze dan niet erin. Maar ja, ben gewoon te snel. Suarez. Over de lijn, ingooi. Wil het te mooi doen en verspeelt het balbezit. Wat gaat hij doen? Het gevaar blijft. En wij blijven voetballen op Westerlo. Nu doen. En het gevaar is geweken. Praat! Dat is niet goed van praat, maar ja. Dat was toch een mooie schot. Oei. Maar ja. Maar daarom nou wat daarna gebeurt. Het was minder grappig. Allee. Nu een beetje onze serieus. No. Nou, daar moet hem. Hij gaat ervoor. De bal wordt tegengehouden voor het doel. Ja, we willen zuinig op dat moment. Als je aan Ponk naar Enzakala, Enzakala naar Mitrovic. Mitrovic naar Suarez. 0-2. Matthias. Hij heeft al twee keer gescoord. Is ze steeds weer te snel af. Hij maakt zich los en gaat op de keeper af. Goed gedaan. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Maar bij dat doelpunt ben ik toch dorst. Onderlicht, 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 onderlicht.
Mees. En die actie wordt beloond met balbezit. Met Marieke. Suarez. Ja, en nu? Mooie opbouw. Mooie schot van het paard. En nu raken ze moeilijk uit een penibele situatie daar in Westerlo. En Sakala naar Mitrovic. Mitrovic probeert Suarez te bereiken. Wat is de rust? De stand is 2-0, de eerste helft zit erop. Een goede eerste helft, vind ik. Een hele kwui van hebben om die achterstand van 2 goals om te buigen nog. Ja, en ik zou ook niet graag in de schoenen van de trainer staan. Het publiek gelooft er ook niet echt meer in. Nee, niemand denk ik. Maar ja. We spelen om te winnen. De tweede helft is van start gegaan. En dat is belangrijk. Niet om te verliezen. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Ik denk dat hij laat het hierbij. Die rossen. Die slijding was niet volgens de regels. Sliding, overtreding. Van der Borre. En Tjampong is daar. Hij schiet. Hij schiet. Maar waar komt hij terecht? Ze strijden om de bal. Martens. Oei, gaat dat goed? Ja hoor, hij kan door. Matías Suárez. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Matías Suárez. Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Daar krijgt hij een gele kaart voor hoor. Birger Maartens, die... Nou weet ik nu uit het match Club Brugge Anderlecht. Het was nog in de tijd met Tronsoliet als trainer. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het toen heeft hij ook een stevige fout gedaan. Ik weet niet meer op welke speler dat was. Ik denk nog tegen Aruna. Het was nog in de tijd met Aruna Jastrovic. Ik weet niet meer welke speler dat het was. Als jullie dat nog weten, zet dat maar met de commentaren. De muur smokkelt, maar de scheidsrechter schijnt er niet mee te zitten. En het muurtje gaat de lucht in voor die vrije trap. Wordt dit een doelpunt? Prima ingegrepen. Wat nog? Ah ja. Toen heeft hij een stevige fout gedaan en toen kreeg hij een rode kaart. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Ik denk seizoen 2004-2005. Hij fluit voor een overtreding. Maar dat kan ook 2003-2004 zijn. Het was nog in de tijd dus met Hugo Broos als trainer. Evan der Snow. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt ja, zeker overtreding, want denken jullie toch? Praat. Matías Suárez. Maar voor mij de gouden Anderlecht generatie, het was toch in een tijd met
Kohler en Radzinski toen we haalden, zat de tweede ronde van de CL. In een groep met Manchester United en Dynamo Kiev. Hij had hem te pakken, maar is hem ook al en kwijt. PSV het was op zich wel een goede tackle, Eindhoven. De bal niet kon vasthouden. Daar is de voorzet. En toen hadden ze ook een goede thuisreputatie in de eerste ronde. Drie wedstrijden, goed gedaan. Drie keer gewonnen. En hoe was dat nu weer? Daarna weet ik het niet meer. Ah ja, dan twee keer gewonnen. Thuis daarna de tweede ronde van ik denk Chelsea, niet Chelsea, Real Madrid, de laatste match en Lazio Roma. En we hadden verloren thuis met 1-4 van Leeds United. En die een trainer in die een tijd was de Nemean Teunis. Dat was op dat moment een succestrainer bij Anderlecht. En ook bij Genk. En nu ga ik wat wisselen. Ik breng weer die Benteke. Ik ga een beetje wat minuten geven. Ik zal niet altijd scoren, denk ik, maar... Hij krijgt zijn kansen van mij. Dat zou een verrekte spier kunnen tenminste. Zijn. In ieder geval heeft hij hier knap last van. Doet hij goed. Ja, wie heeft nu weer last? Dat ik niet weet. Kenan Tiampong. Nee, ik weet wat ik ga doen. Waar is Suarez hier? En Benteke in de plaats van Mitrovic. Want die ga ik toch besparen. Houdt die bal bezit? En wat wordt daar goed verdedigd? En met een pech begint weer, hè? Nog steeds dus, hè? Er staat een medespeler vrij in het centrum. Hij schiet. Zou de keeper betaald krijgen voor deze wedstrijd? Nou, even toch. Wat zeg je nou dan? De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel? Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Ik ben niet ontevreden van Mitrovic, maar ik wou hem besparen. Suarez. Oh, knalhard schot. En hij komt zijn doel uit voor de redding. Ja, maar je moet zoiets in een fractie van een seconde beslissen. En het was een goede beslissing. Ja, en dat is... Suarez. En dat speelt ook in het vertrouwen van... Met die tackle herovert hij de bal. Proto ook nog. Wedstrijdbal... Oh, dat is mooi die hoekschop. Die bal gaat over de achterlijn corner. De doelpoging nog een keertje in beeld. Ja, met zo'n kop. Oh, dat was mooi. Aanval loopt stuk op het hoofd van die verdediger. En Mbemba naar Nsakala. Nsakala naar... Benteke naar Praat. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze daar iets mee doen. Daar komt een kaart, dat zie ik al zo. Het lijkt wel of hij wil testen hoeveel geduld de scheidsrechter heeft. Het was slecht getimed, het was lom. En hij mag blij zijn dat hem dat geen tweede gele kaart heeft opgeleverd. Ik zou een tweede keer geel geven.